Geprezen zijt gij de God van Israël, die ons uw weg uit de duisternis hebt getoond. Neemt en eet. Want dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Blijf dit doen als een gedachtenis aan mij. U vindt geen schuld in hem? U hoort dat hij zich koning noemt. En wij voegen eraan toe dat hij samenzweert tegen de keizer en zelfs oproept aan Rome geen belasting te betalen. Geen schuld. De keizer zal het toch heel anders zien, Pilatus. Het is... Het is volbracht. De passiespelen in het Nederlands-Limburgse Tegelen verbeelden het lijdensverhaal van Jezus. Na het ontstaan in 1931 is het uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure met inmiddels meer dan 1 miljoen bezoekers. De passiespelen worden iedere 5 jaar opgevoerd. De beelden die u zojuist zag zijn van de uitvoering in 2010. De volgende uitvoering is in 2015. Hiervoor is een nieuwe tekst geschreven door de bekende Vlaamse auteur Patrick Latour. En Galilea is een titel die ik dan vrij snel heb gegeven, omdat ik de nadruk wou leggen, niet enkel op de passie zelf, dus het Golgotha-verhaal, maar ook om aan te duiden van waar het eigenlijk komt en waar uiteindelijk waar het accent moet blijven liggen. Die 3 jaar openbaar leven van die Jezusfiguur, die... tegen de haren instreek van velen en ja, uiteindelijk zijn lijdensweg is moeten gaan. Maar Lente in Galilea blijft ook een, denk ik, een heel bewust een optimistische titel. Het is een titel met hoop. Lente in Galilea. Ja. De lichtheid van een duif bij de Jordaan. Tada. Nacht Reinders componeert en arrangeert de muziek voor het passiespel. Het zal straks worden uitgevoerd door solisten, koor en orkest. Langs de weg van macht en heerschappij gebeurt de liefde, maar in tegenstroom. En dat ga je bij mij ontzettend duidelijk horen. Die tegenstroom, het gebeurt niet in de vierde weg van macht en heerschappij, maar in tegenstroom. Het passieverhaal is inmiddels 2000 jaar oud en verschenen in veel verschillende versies. Maar waarin onderscheidt het passieverhaal van Patrick Latour zich van de andere? Ik heb zelf gekozen voor het verhaal van de Emmausgangers in een proloog en een epiloog. Waarbij dus twee gedesillusioneerde mensen, in mijn versie is het een man en een vrouw, van Jeruzalem terugkeren en het gezelschap krijgen van een derde man, een derde iemand, Jezus. Hè. Daartussen steekt het hele passieverhaal dat ik een beetje literair dan beschouw, structureel als een soort flashback. Ja? Het begint met Emmaüs en het eindigt met Emmaüs. En alles wat daartussen steekt is dan het verhaal zoals het bekend is, het lijdensverhaal. Hoort u wat ze allemaal roepen? U zou uw volgelingen er eens even op moeten aanspreken. Als zij zwijgen over wat gebeurd is, dan schreeuwen deze stenen het wel uit. Maar je weet toch dat zij het zijn geweest die in het veld op de Sabbat aren plukten. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Johannes leerlingen en die van ons, die hebben altijd met regelmaat gevast. En de tekst dekt die goed. Het is heel, heel erg wennen. Het is niet de eerste rol die ik nu speel, maar dit is wel iets totaal anders. Ja. Maar het bekt wel, klinkt dus heel grappig, het bekt wel heel erg fijn naarmate je het ook vaker leest en je het ook echt gaat begrijpen. Dan is het wel heel erg mooi. Hij maakt je met de grond gelijk, verdelgt je kinderen
en laat niets rechtop meer staan. Want jij hebt Gods ontferming niet herkend. Ja, oké. Ik hou er helemaal niet van, maar je moet natuurlijk zijn teksten wel kennen, terwijl je speelt, dat je ze niet hoort. Maar tegelijkertijd weet je, als hij heeft gezegd van, jij hebt Gods niet herkend, dan gaat hij, hè. En dan mag je in één keer onder elkaar vragen. Ik zie hem in de verte, ik weet zeker dat het mis is. Kom op, we gaan er naartoe. Dan wil ik het wel eens weten. Dan laat hij maar zijn wonder doen waar we bij zijn. Nou. In het lijdensverhaal steekt er eigenlijk een tragedie. De stof is uiteraard tragisch. Dat is een menselijke tragiek. Theater kijken is eigenlijk door de eeuwen heen altijd een soort kijken in een spiegel geweest. Theater is een spiegel van het mensenleven. En als mensen hier in Tegelen massaal naar zo'n passiespel zitten te kijken met z'n allen, het is ook een gemeenschapsgebeuren, dan kijkt die gemeenschap en kijkt ook elk individu afzonderlijk naar iets wat hem of haar ten diepste kan raken. En dat lijdensverhaal is het verhaal van ieder van ons, finaal. Omdat het ons ook in ons gelovig zijn heel sterk raakt en eigenlijk het fundament vormt van waarom een mens mag blijven hopen. Dus in die zin denk ik dat het lijdensverhaal, ik gebruik het woordje spiegel daar heel graag voor.